En dan nu een nieuwe Heer Jezus om zichzelf. Hij heeft ook wel een beetje, denk ik, dat charisma van de ingetogenheid en de bescheidenheid enzovoort. Al moet je natuurlijk wel afvragen waarom die dan zo impopulair was in het CDA. Maar hoort hij wel in dat rijtje? Want er zullen mensen zeggen, die zeggen, Maarten, nu doe je hem tekort met alles wat hij ook voor die toeslagenouders heeft betekend en voor Groningen en noem maar op. Ik heb al 100 keer gezegd dat Omtzigt een bewonderenswaardig Kamerlid is. En daar is geen twijfel over mogelijk. Daarom zei ik, schoenmaker, blijf bij je leest. Zorg dat je blijft doen waar je goed in bent. Ga niet iets doen waar je niet goed in bent. En mijn schatting is dat hij niet goed is als partijleider of minister-president. Dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. En als je als in de peilingen 46 zetels scoort in Nederland, ja, dan ben je dus voor veel mensen in Nederland de Heer Jezus. Hey. Maar gaat hij ook zo de geschiedenisboek in? Is er een Kamerlid waar we het over 30 jaar nog als over hebben? Als hij met 46 zetels de Kamer inkomt, gaat hij zonder enige twijfel de geschiedenisboeken in. Pas van Verrekeningen, Fortuyn gaat daar ook in. Die staat er al in. Die staat er al in. Al wel met een wat verminderde statuur dan hij in de tijd had natuurlijk. Toen hij nog de belangrijkste Nederlander ooit werd geacht. Aanzienlijk belangrijker dan Willem van Oranje. Ja, dat was toch ook door dolle jaren. Ja, van een halve garen zijn de Nederlandse kiezers. Of althans een deel van de Nederlandse kiezers. Ja, en als hij dit allemaal doet, nou ja, dan gaat hij natuurlijk net als al die andere messiassen de geschiedenisboeken in. Als een reusachtige belofte die niet waargemaakt is. Maar is er eerder, heb je iemand in de geschiedenis gezien? Je hebt nu dus die mevrouw of meneer Abraham genoemd. Maar eerder iemand gezien waarvan je denkt, die lijkt op Omtzigt? Nou, je hebt in de Eerste Wereldoorlog een korte naam. Maar daar zit ik gewoon niet goed genoeg in om daar iets verstandigs over te zeggen. Kijk, het verlangen naar een verlosser is bij mensen, dat je kunt wel zeggen dat het net niet verstandig is, maar dat helpt nooit ene klap. Mensen verlangen diep naar een verlosser. Dat verklaart natuurlijk ook voor een belangrijk gedeelte het succes van godsdiensten, die meestal aan elkaar hangen van de meest wonderbaarlijke infantiele kletskoek, maar die ook iets beloven, namelijk zingeving, een leven na de dood, vergeet dat niet, hulp in barre tijden, omdat je kunt bidden enzovoort. He, want je weet, als je goed bidt en je gelooft erin, dan helpt het ook. Kijk, als je er niet in gelooft, heeft het ook geen zin om te bidden natuurlijk. Dan word je ook niet geholpen. Dus ja, het is een, denk ik, een verschijnsel wat onvermijdelijk is. Maar het begint in Nederland wel allemaal een beetje pathologische vormen aan te nemen, ja. Jij vindt het overdreven, ook rondom het belachelijk. Ja, volkomen belachelijk. Ja, wat gaat Omtzigt doen? Dat vind je ook overdreven. Ja, Omtzigt hangt boven de markt. Hè? Als een soort van enorm dreigend onweer. Komt af en toe een bliksempje uit. Hè? Maar het begint nog niet te regenen, zou ik maar zeggen. Hij heeft wel gezegd dat hij vrij binnenkort gaat aankondigen. Ja, maar dat komt dus niet al 2 weken aan dat hij vrij binnenkort. En de verkiezingen zijn in november. Ja, hij moet in oktober die lijst klaar hebben. In augustus zitten we allemaal in Antalya, dus daar zal er niet veel gebeuren. Voordat de zaak weer opstart zijn we halverwege september. Dan heeft hij in feite nog een maand. En moet die hele lijst natuurlijk dan hebben? Mm-hmm. Je begrijpt, zo'n lijst niet waar. Hij heeft een magische attractie voor querulanten, gelukzoekers, praatjesmakers en kletsmajoors. Waarvan we in Nederland vrijwel onbeperkte hoeveelheden hebben overigens in alle landen. Maar goed, we hebben er niet meer dan 11. Als hij in de Kamer wil blijven zitten, zal hij wel een eigen lijst moeten beginnen of zich moeten aansluiten bij een andere partij. Dat zijn zeker, ja. Hoe dat precies in elkaar zit, of die in zijn eentje de groep Omtzigt ook aan de verkiezing kan deelnemen. Hij zou natuurlijk kunnen overwegen om in één bepaalde kieskring. Ik weet niet hoe dat zit. Of dat je, laten we zeggen, beperkt opereert vanuit zijn oorspronkelijke geboortegebied. Ik heb geen idee. Maar het is hoezeer ik ook hem bewonder als Kamerlid, ik zeg het nog maar een keertje, het is een diep bedroevend verschijnsel. Het geeft nog eens aan dat in feite heel veel kiezers in feite helemaal niets van democratie begrijpen. Echt 0,0. Nee. Hey, en Boer Koekoek en Omtzigt.
Is dat een eerlijk vergelijk? Nee, dat lijkt me geen eerlijk vergelijk. Waarom niet? Ik geloof niet dat Boekoekoek ooit geëxceleerd heeft als Kamerlid. In de specifieke vaardigheden die Kamerleden dienden te vertonen. Boekoekoek was iemand die protesteerde tegen wat in agrarische kring werd gezien als de dwang. Niet waar, van de overheid. En dat was het hele kwestie van dat die boeren allerlei geld moesten betalen aan organisaties waar ze dan geen lid van wilden worden. En de mop was dat ze dan achterstallig waren en dan veilde de overheid, die veilde de boerderijen van de achterstallige betalers. En die werden dan voor een prikje gekocht door boeren die steun verleenden. Het landbouwschap was dat. Ook inderdaad dat is typisch iets, een soort restant van de jaren 30 en nog misschien nog het enigszins begrijpelijk in de jaren kort na de oorlog, toen ze probeerden natuurlijk al die dingen op de rails te krijgen. Maar dat was een ongelukkige organisatie. Hoe dat tegenwoordig zit, weet ik absoluut niet. Of boeren nog verplichte bedragen betalen aan allerlei overheidsorganisaties. En neem dat LTO en zo, weet je ook weer, die meneer van de takkenbos. Sjaak. Sjaak van de tak. Sjaak van de tak, precies. Nou ja. Als je Sjaak zag, dan denk je al, dit wordt niks met die onderhandelingen. Nee. Ook zo suf dat geklapt is op, wat was het ook alweer, 95% klaar. Niet waar, dan klapt het op de laatste 5%. Dat je ook denkt, ja, zo valt het land niet te besturen natuurlijk. Nee. Het landbouwakkoord, ja. Ja. Nee, Sjaak durfde natuurlijk niet terug naar die radicale achterban. Nee, dat is duidelijk. Daar zie je aan dat die radicalen natuurlijk, ze krijgen hun zin niet, maar ze richten wel grote schade aan. Ja. We hebben natuurlijk nog Van der Plas, die heeft gezegd van ik word geen premier, want ik wil niet met nette kleren naar het buitenland. Ja. Ik vond Van der Plas enorm amusant, omdat het eigenlijk, dat ze op kunstige wijze bevestigden wat ik altijd al dacht, ja. Het is wel gewoon gezellig aan de keukentafel, een beetje koffieleuten, Nederlandse koffie vanzelfsprekend. We gaan niet al te deftig doen. En dat buitenland, wie is er nou geïnteresseerd in het buitenland, joh, Hallemelo. Dat moet je niet in geïnteresseerd. Buitenland, daar zijn allemaal hele gekke mensen en daar spreken ze gekke talen. En misschien moet je wel gek gekleed zijn, wie zal het zeggen. We weten niet precies hoe erg het buitenland eigenlijk is. Het is jammer dat we zo godvergeten veel buitenland hebben als Nederland. Je kunt veel beter een heel groot land hebben zijn. Nou ja, het is allemaal, ja, het is de dorpspomp. Zo, en dat is wat zij zo enorm succesvol verbeelden. He, want zij praten zoals we allemaal praten. Nog steeds, hè? Ze is niet dood. Nee, dat weet ik wel. Maar goed, ik heb het nu even over de jaren van haar onweerstaanbare opkomst. Niet waar, van haar triomf in de talkshows. Nou goed, dat heeft ze verzilverd. En nu maar eens verder kijken wat er gaat gebeuren. Maar ze heeft dus wel gezegd. Maar het is in feite een heel kortzichtig beleid wat daar bepleit wordt. Ja, nou, er zijn ook luisteraars die zeggen van de Plas, die zegt in ieder geval waar ze voor staat. En ze geeft toe dat ze niet naar het buitenland wil. Dat is alleen maar hartstikke goed dat ze dat aangeeft wat ze niet fijn vinden en niet goed in is. Ja, maar het is gesteld dat je in de situatie geraakt dat je minister-president moet worden of zou kunnen worden. En je zegt in een land als Nederland, wat al notabene hoort tot de oprichters van de Europese Unie, dat je liever niks met het buitenland te maken wil hebben. Ja, God almachtig, dat is toch wel een beetje dat je zegt, ja, ik wil mijn rijbewijs wel halen, maar ik heb geen zin om de verkeersregels te leren. Of ik wil wel mijn rijbewijs halen, maar niet autorijden. Bijvoorbeeld, ik wil wel mijn rijbewijs halen, maar dan, ik wil alleen in auto's met drie wielen rijden. Nee, dat is allemaal natuurlijk wel een beetje. Het is een beetje kinderachtig. Het is een beetje dorps allemaal. Maar vind je het strategisch slim dat ze het heeft gezegd? Voor haar type van kiezers en aanhangers is het hartstikke slim. Ja, die bevestigt natuurlijk het gekroonde onbenul van de meeste van die BB-stemmers. Wat denken die dan, die kiezers, zo van hartstikke goed? Ja, hartstikke goed. En ook daar, dat ziet ze denk ik enorm scherp. Dat ze ook niks met dat buitenland van doen willen hebben. Dat Brussel, joh, wat is een poel van verderf. Er komen de verschrikkelijkste ideeën. En die dwang van Brussel, ik bedoel, voordat je het weet, hebben ze onze stroopwafels verboden. Daar zitten we, hè, met ons goede gedrag. Moeten die dingen illegaal geïmporteerd worden uit IJsland?
Nee, dat sentiment is enorm sterk. Wij hebben hier een heel fijn, gezellig landje. Wat eigenlijk niks te maken heeft met de rest van de wereld. Dat wij, economisch gesproken, zo'n beetje in de top transitoland ter wereld zijn. Qua import en export. Dat is niet populair in die kring, dat begrijp je ook wel. Nee, van de Plas die wil lekker hier koffie leuten. Ja, joh, lekker leuten aan de keukentafel. Ja, ze doet dat ook echt, hè? Ja, gezellig, joh. Ze zegt ook iedere keer zo, ik ben weer bij deze boer geweest. Vanochtend zijn schapen doodgebeten door een wolf, schrijft ze dan ergens. Ja, die wolven, die komen ook uit het buitenland. Het zijn buitenlandse wolven, die spreken ook vrijwel allemaal vloeiend Duits, die wolven. Dus die willen we ook niet hebben. Van der Plas heeft wel gezegd, ik heb een kandidaat. Die ga ik binnenkort presenteren. Dat dus, is dus wel de premierskandidaat van BBB. Oh, ben ik vreselijk benieuwd wie dat gaat worden dan. Heb je dat niet meegekregen, dat zei ze in datzelfde interview? Nee, ik heb het hele interview niet gezien. Dus. Oké, en ze zei dus eerst van, ik wil geen nette kleren aan en naar het buitenland, maar ik kom wel met een premierskandidaat. Bij mijn weten is er helemaal geen kledingvoorschrift bij de vergaderingen van de Europese Raad in Brussel. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus ze moet gewoon zo gaan. Wel wezen dat Angela Merkel zag er soms ook wel een beetje als tante een beetje uit, toch? Ja. Met van die, ja, wat waren het eigenlijk, van die vierkante vestjes? Ja, ze had van die broekpakken aan, hè? Dus Van der Plas kan gewoon als ze daar een keer naartoe moet. Ja, ik denk dat ze opzien zal baren, joh. En dan moet ze een beetje zo'n flacon van die Nederlandse koffie meenemen. Dat gaat een groot succes. Ook bij de NAVO, met die Stoltenberg. Tolken, het hele bedrijf draait op tolken. Die spreekt ze, als ik het begrepen heb, spreekt ze prima Engels. Ja, door haar moeder, die uit Ierland. Nou ja, kijk, die is dat. Nou, Engels is natuurlijk in allerlei opzichten de voertaal in Brussel. Ja. Kennelijk weet ze dat niet. Ze is natuurlijk bang dat het Frans is, maar. Maar er waren nog geluiden dat Rita Verdonk misschien wel die kandidaat is voor de BBB. Oh, nou dan weet ze zeker dat dat niet goed nog geen groot succes gaat worden. Oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd met wie ze komt. Ja, dat is waar. Als ze met Rita Verdonk komt, dan is de wereld in Nederland toch nog iets gekker dan ik gedacht had. Ja. Eigenlijk onderschat ik altijd de ingrijpende onnozelheid van mijn eigen moederland, vaderland, weet ik wat het precies is. Ja.